Wil jij weten hoe toeristen zich online informeren? Hoe een gebruiksvriendelijke app te ontwikkelen? Wat virtuality kan betekenen om toeristen en reizigers te verleiden? Kom dan mee naar onze e-lab. Hey Mike, je bent een derdejaars e-tourism student. En ik vroeg me af hoe je terugkijkt op het eerste jaar e-lab. Ja, het eerste jaar e-lab was echt heel erg een soort eye-opener. We hebben echt verschillende dingen gedaan. We hebben gewerkt met, hebben geprobeerd een website te maken, geleerd een website te maken. We hebben geleerd een app te maken. We hebben ook met VR-brillen gewerkt, omdat je een beetje indruk krijgt wat je allemaal gedaan hebt. En ja, het is heel interessant om te zien wat allemaal mogelijk is. Ook voor ons als docenten is het nieuw om in het e-lab te werken. We stimuleren de zelfredzaamheid van de student. Bij vragen geven we misschien niet altijd het directe antwoord, maar reiken ze oplossingen aan en tools om mee te werken. We stimuleren het samenwerken en dagen ze uit om creatief te zijn. Zo leiden we studenten op voor de huidige arbeidsmarkt en voor de toekomst.